Italiaanse groenteboer signor Livraggi uit Milaan doet de laatste tijd niet meer zulke beste zaken. Sinds kort heeft hij zich namelijk op het gladde pad der kunst gewaagd. Hij vervaardigt nu allerlei siervoorwerpen uit groente, omdat hij dat materiaal zomaar voor het grijpen heeft. Met een aardappelmesje en wat ijzerdraad schept hij uit uien, wortelen, asperges, knoflook, Brussels lof, doperwten en hoe al die vitaminehouders ook heten, zeer kunstzinnige figuren. Hij vult er zijn hele dag mee en levert een onnoemelijk aantal van deze producten af. Veel meer dan de grote Italiaanse beeldhouwers uit het verleden. Maar die deden dan ook niet in groente. Veel waardering voor zijn scheppingen ondervindt deze kunstenaar echter niet. Integendeel, zijn klanten maken er in een minimum van tijd soep van.